Hallo beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Eredivisie. We gaan natuurlijk meteen onze eerste wedstrijd, maar eerst moet ik zeggen dat ik een paar fouten heb gemaakt tijdens het maken van deze aflevering. Op zich geen groot, ik zal daar precies aangeven wat er fout is gegaan, maar hoe het maar fout is gegaan is zo. Want iedere keer als ik een wedstrijd speel, dan moet ik twee bestanden opsturen naar Facebook. Vanaf Facebook moet ik die downloaden en dan kan ik beginnen met bewerken. Klinkt allemaal heel gecompliceerd, maar zo erg is het niet. Maar wat dus het probleem is, dat uploaden gaat heel vaak fout. Bijvoorbeeld het bestand is niet helemaal geüpload of hij kan het niet helemaal afspelen omdat er fouten zitten. En daarom, ik kom dat dus iets laat achter en daarom heb ik een paar dingen gemist, maar nogmaals, het zijn geen grote dingen. Ik zal daar nogmaals precies aangeven wat er allemaal fout is gegaan en dan is er op zich nog niks in de hand. Maar we beginnen niet van onze eerste wedstrijd en het was een super aanvallend begin, want Narsing die maakte daarnet de 1-0 echt super feilloos om in de linker bovenhoek te schieten. En uiteindelijk is hier ook de 2-0 te maken, want Jans die schiet hem hierin in de rebound. Op zich was het slecht gekeept van de keeper, want het gebied waarin ik moest schieten was echt super klein, maar alsnog was Jans me in de korte hoek te prikken. Maar hier is dus het kleine stuk wat jullie hebben gemist, want je zag daar net al een kleine transition, want hij had dus een klein stuk niet opgenomen. En ik zal dus precies uitleggen wat er is gebeurd. Na die 2-0 is mijn tegenstander geragequit. En dus had ik die wedstrijd gewonnen met 2-0. En dan heb ik nog gemist dat ik tegen mijn tweede tegenstander opkom. Dus het team van deze tegenstander hebben jullie ook gemist. En dat is eigenlijk alles. Zijn team was niet zo heel spectaculair. Het was eigenlijk best een slechte chemistry. Maar hij had twee best wel goede Engelse spitsen. Die konden heel goed koppen. En dan gaat hij eigenlijk ook volop in zijn voordeel gebruiken. Maar niet voordat wij hier de 1-1 tegenkrijgen. Want dat hier best wel een rare penalty. Want het was echt een heel slechte tackle. En ook de late tackle. Maar uiteindelijk alle verdiende penalty. Uiteindelijk kreeg je dus ook de 1-1. Maar hier scoor ik dan alsnog niet de 2-1. Want ik kwam erachter dat Atsu best wel slecht kon schieten met zijn rechterbeen. Want ik weet natuurlijk dat hij links is. Alleen hij kreeg ook een aantal kansen. Hier had ik heel veel geluk dat mijn keeper hem alsnog uithield. Ik zal ook binnenkort een nieuwe keeper gaan kopen. Jullie weten waarschijnlijk al wie het gaat worden. En anders zal ik het nog niet verklappen. Want ik ga het pas in de volgende aflevering ga ik hem pas kopen. Maar hier schoot hij dus de 1-2 met een heel mooie kopbal. En uiteindelijk krijg ik allemaal nog veel meer kansen. Maar ze worden niet benut. En ik begin dus echt een beetje PSV-stijl te krijgen. Super veel kansen, maar ik maak ze niet af. Want dat heel frustrerend is om tegen te krijgen. Want dan krijg je dit soort dingen. Heel mooi ingeschoten in de rechteronderhoek, onhopen van mijn keeper. En uiteindelijk krijgt hij dus de 1-3 en zelfs ook nog de 1-4 tegen. Heel erg gelijk aan de 1-2, want hij geeft hem weer voor. En die spits die komt hem er gewoon weer zonder problemen in. Uiteindelijk scoort hij wel ook de 2-4 door een best wel mooie voorzet op Ruiz. En ik wist niet dat Ruiz überhaupt kon koppen, maar alsnog, hij laat hier zien dat hij toch al best wel goed kan koppen. Maar hij kan niet echt heel goed schieten. Hij kan eigenlijk bijna niks, die Ruiz. Hij kan eigenlijk alleen maar een beetje passen en dribbelen. Dat is eigenlijk alles wat hij kan. Maar uiteindelijk scoort Xans de 3-4, want zoals ik al eerder zei, Pijlen die kan echt gewoon fantastisch goed koppen. En daar moet ik dus ook gewoon volop gebruik van maken. En dit was super zonde, want dit had gewoon de 4-4 moeten zijn. Maar Wijnaldum die komt hier 1-1 met de keeper en weet hem niet af te maken. En uiteindelijk was dat dus mijn laatste kans om de 4-4 in te schieten. Want dat was het einde van de wedstrijd. En uiteindelijk had het dus een 3-4 nederlaag van mijn kant. Wat best wel zonde was, want er had meer gezeten. Maar nogmaals, een verlies is een verlies. Ik kan er weinig aan veranderen. En we gaan dus maar gewoon meteen in onze derde wedstrijd. En in onze derde wedstrijd ging ik natuurlijk vol voelemoed. Want ik wil natuurlijk gewoon weer 3 punten pakken. Nadat ik de vorige wedstrijd geen punt had gepakt. En we komen tegen My Big High. En zullen we eens zien wat voor team hij had. En op zich, het was best wel een goed team. Het was best wel Italiaans, zoals je kan zien. Best wel heel erg Italiaans. En hij had 100 chemistry, dus dat belooft natuurlijk al te lastig wedstrijd te worden. Maar best wel vroeg aan in de wedstrijd kreeg ik al best wel goede kansen. En uiteindelijk is het Pelle die de eerste kans verzilvert. Want in de 25 minuten schiet ik hem echt heel mooi in de linkerhoek. Met zijn zwakke been nota bene. Dus Pelle is gewoon echt een geweldige naam voor mij op het moment. En hij schiet echt zoveel kansen erin. Uiteindelijk is het ook een heel mooi lopje voorbij de keeper. Misschien had de keeper hem wel kunnen houden. Maar in ieder geval, de 2-0 is in ieder geval gemaakt. Maar hier krijg je dus een verse portie aan AIDS. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen was, maar je weet dan gewoon dat het fout gaat. Want dan krijgt hij nogmaals in de 90 minuten kans. Hij loopt hier voor en je weet al wat er gaat gebeuren. Ja, ik hoef daar niet eens met te commentaten. Hij geeft hem voor en in de 90 minuten kopt hij hem erin. De keeper kon er weinig aan doen. Misschien had mijn verdediger hem iets beter eruit kunnen koppen. Uiteindelijk is het resultaat dus een 2-2 gelijk spel, wat echt zo onnodig was. En ik was echt heel boos op mezelf. Want er had gewoon veel meer in gezeten en ik had deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Maar uiteindelijk is het dus gestrand op een gelijk spel. Maar we gaan dus nu gewoon een klein beetje onze mute verbeteren door wat pakjes te gaan openen. Want natuurlijk, iedereen kreeg 5 gratis pakjes van EA, omdat Ultimate Team 5 jaar bestond en daarom ging ik daar dus volop gebruik van maken. Maar ik kon de spelers natuurlijk gewoon niet traden en dat was wel een beetje zonde, maar in mijn eerste pakje krijg ik de Snyder. Ik zat een beetje twijfel, van Snyder is natuurlijk Nederlands, dus misschien kan ik hem gebruiken in mijn team, ook al is de Road to Eredivisie. Het is gewoon een Nederlandse speler en hij heeft in de Eredivisie gespeeld. Dus ik moet een beetje kijken of ik hem ga gebruiken en of hij überhaupt in het team past, maar dat zie ik dus allemaal later wel. In ons tweede pakje krijgen wij ook best wel goede spelers, we krijgen Cavani. Cavani natuurlijk 37 algemeen en als je sowieso denkt, een 37 algemeen speler is supergoed. Maar Cavani is niks waard, dus uiteindelijk was dit pakje ook best wel waardeloos. En ik weet dat je niemand kan traden in dit pack, maar alsnog vind ik het leuk om natuurlijk goede spelers te krijgen.
krijgen. Want bijvoorbeeld Michel, MCL Movies kreeg ook een in forum. En allemaal andere mensen kregen allemaal andere supergoede spelers. Bijvoorbeeld Nas FIFA, voor de mensen die hem kennen, is ook een Nederlander die Engelse video's maakt. Die kreeg Ronaldo uit de pack. Maar hij was daar best wel boos mee, want ik was op zijn tweede account en daarom kon hij hem dus niet gebruiken. En een aantal andere mensen kreeg hij supergoede spelers, maar uiteindelijk had ik iets minder geluk dan zij. Hier krijg ik wel Thierry Henry en de rest niet zo heel spectaculair. We krijgen wel Song en Lucas Leiva. En dit is hier het laatste pakje en we zullen dadelijk zien wie de beste speler is uit het team. Of uit het pakje moet ik zeggen. En de beste speler is Stekelenburg. En ja, Stekelenburg, hij is wel Nederlands. Dus ik moest ook net als bij Snyder even denken of ik hem nog ga gebruiken. Dat zie ik dus allemaal in de volgende aflevering wel. Maar dit is het einde van de aflevering, dus ik hoop dat je hem leuk vonden. Vergeet de video natuurlijk niet te liken, want het helpt me enorm. Abonneer als je geabonneerd bent. En dan weet je meteen wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Ik heb ook altijd op de social media, de links in de beschrijving staan. En tot de volgende keer. En zoals ze Brabant zeggen, houdoe.